Als niet de kunst er was, als niet de kunst er was om in te kunnen leven, om eventjes in weg te zweven. Jeroen, die was wat we nu zouden zeggen een echte omdenker. Want hij liet ons het leven net even van een andere kant zien. De kant die je niet altijd ziet. De kant waarvan je misschien niet altijd geneigd bent om naar te kijken. Misschien kijk je soms zelfs wel weg. En dan was hij in staat om de kern van de zaak bloot te leggen en ook te benoemen. En Jeroen koos altijd voor de schoonheid, voor de kunst. En dat was niet een soort toegepast trucje. Het was eigenlijk, en we hebben net Jeannette daarin ook denk ik goed gehoord, iets wat elke cel van zijn wezen vormde. En dat deelde hij met ons en dat kwam hij ons allemaal brengen. Wat staat hier nou eigenlijk? Ja, u leest het goed. Als niet de kunst er was. Nou, inderdaad, stelt u toch eens voor als de kunst er niet was. Ja, de bedoeling is dat dit u aan het denken zet. Als niet de kunst er was, dan was er ook geen fantasie. En zonder fantasie ontstaat er niets. Alles wat bestaat was ooit een idee. Ieder woord is ooit verzonnen en vindt zijn oorsprong in fantasie. Daarom staat dit gedicht hier. Jeroen, dank je wel. En Jeannette, dank je wel dat dit kan. Het zal rond 1975 geweest zijn dat je vlak voor je kandidaats Nederlands bij professor Seuteman een gedicht van J.C. Bloem moest verklaren. Je pauzeerde, haalde adem en zei: volgens mij sta ik aan de verkeerde kant van het kunstwerk. En moet ik het maken in plaats van verklaren. En je stopte met je studie Nederlands. Niet veel later werd je aangenomen op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. En vanaf dat moment vond er een creatieve ontploffing plaats die tot het eind van je leven zou duren. Die tekst vond ik op een gevelgedicht in Den Haag. Dat magie ook kon knetteren, ondervond ik weer eens. Want dat deed het op het moment van de ontdekking. Het gedicht op de gevel was namelijk een gedicht van J.C. Bloem. Het speciale lettertype wat gebruikt werd, bleek ontworpen te zijn door niemand minder dan Elmo van Slingeland. Deze heeft de opleiding genoten op, u raadt het al, de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Met dit magische verhaal schreef ik Dutch Type Library, waar het lettertype is ondergebracht, met de vraag over hoe we erover konden beschikken. Ik kreeg een zeer vriendelijk antwoord van Frank Blokland. En de gouden draad bleef maar stralen. Niet alleen wilde hij het lettertype sponsoren en de tekst vormgeven. Hij vertelde mij dat hij in hetzelfde jaar als jij op de academie kwam en waarschijnlijk met je in de gang heeft gezeten om toelatingsexamen te doen. Ik hoop dat als u naar deze tekst kijkt, er een beetje van al deze magie uw kant op straalt. Dat er in uw leven op magische wijze mensen uw pad kruisen. Zoals ook het pad van Jeroen en mij zich heeft gekruist. Leven de kunst. En leven Jeroen van Merwijk. Als niet de kunst. Als niet de kunst. Als niet de kunst.